van de 27e editie van Heerenveen tegen Ajax. We zien ondertussen de opzet, maar dus uit de generatie dat Heerenveen nog wel eens voor een wonder wist te zorgen. In 1951 was het hier 1-5 na 35 minuten. En boog Heerenveen het sluit aan. De eerste duels worden eigenlijk allemaal gewonnen door Ajax. Nu zit de Jong die weer ingrijpt. Dus weer Amsterdamse bal bezit. De Jong, Kobayashi staat te slapen. De Jong met de voorzet. En het leidt. Dus de corner van de Beek wacht af. Zover komt de bal niet. Piri komt weg. Combinatie van de Beek Tadic. Voor de goal is eigenlijk alleen Kasper Dolberg. De voorzet is niet zo slecht. Kan worden opgepikt door Ziyech. Schot smoort van de oudspeler van Heerenveen. Al is dat alweer even geleden. Buitenspel, Ziyech. Schijntrap van Ziyech. En dan de voorzet die eindigt bij Warner Haan. Gideon, de licht, legt het af tegen Haan. Ziyech. Door de benen van zijn tegenstander een beetje gelukkig. Ziyech vervolgens met de paas richting de tweede paal. Ziyech. Door de benen van zijn tegenstander een beetje gelukkig. Ziyech vervolgens met de paas richting de tweede paal. Waar Tadic probeerde op te duiken, maar... Ingeef was van Warner Haan. Ajax heeft alweer de bal. Frenkie de Jong gaat de bal ophalen. Ziyech. Dat is een fijne trap van Ziyech in de loop bij Blind. Tadic wil hem wel hebben. 1-1 met Heu. Snel uit balans raak. Opnieuw Haan. Uiteindelijk eindigt de counter van Heerenveen op deze manier en is Ajax er nu vandoor aan de rechterkant met Hakim Ziyech. Blind. Heerenveen heeft 5-6 man alweer terug. Ziyech. Dat is een makkie voor Haan. Voorgelopen. Ziyech. De combinatie met Van der Beek, dat lukt niet. Schöner staat er nog. Ik zou het nog een keer kunnen proberen. Natuurlijk kan hij het nog een keer proberen. Maar... Blind. Ja, kan nu eigenlijk geen kant op, want tegen zijn arm. Maar die arm blijkbaar voldoende langs het lichaam gehouden. Om verder te mogen. Ziyech.
niks aan dan. Nee, schot gezien door Weber en De Ligt. Heerenveen heeft alles en iedereen teruggeroepen bij deze corner van de Amsterdammers in de slotfase van de eerste helft. Minuut 42. Schöne, De Jong staat daar helemaal vrij. Zou het kunnen proberen. Haan redt. Ziyech. En dan is het 2-0. Een droge knal van Hakim Ziyech. Zou het kunnen proberen. Haan redt. Ziyech. En dan is het 2-0. Een droge knal van Hakim Ziyech. Ajax. Heerenveen heeft alles en iedereen terug. Dan is het toch wel tamelijk opvallend dat De Jong daar helemaal vrij staat. Het kan proberen. En voor Ziyech geldt vervolgens hetzelfde. En die drukt wel doeltreffend af. Geen kans voor Warner Haan in de drukte. Misschien wat meer had kunnen doen met het wegboksen van die bal. En hier trouwens ook. Het ziet er allemaal niet heel overtuigend uit van de doelman van Heerenveen. Tegen zijn oude ploeg maakt hij dus de tweede goal. Op een voor Ajax prettig moment, kort voor de pauze. Combinatie. Fijne bal dit van Hakim Ziyech. Dolberg had het een zware werk gedaan. Die had zich ontdaan van Bulthuis. Bal kan er niet. Hoekschop Ajax. Dolberg is weg en ligt op snelheid. Kasper Dolberg. En dan komt Heum met de schouderduw en geeft Van Boekel een strafschop. Daar wacht Van Boekel toch op. En dan is het vrijgegeven. Gaat Tadic die penalty, die veel te gemakkelijk gegeven strafschop nemen. Bij een stand van 2-0 Tadic. En nu mist hij niet. En leidt Ajax dus met 3-0 in Friesland. Net niet verder, Floranus grijpt in. Maar Heerenveen is van slag naar die strafschop. Tadic, blind, buitenom. Drie man van Ajax in het 16 meter gebied. Christensen met de voorzet en daar is het 0-4. Kasper Dolberg. Met misschien wel een van zijn laatste balcontacten. Misschien wel de laatste balcontact. Dit was een subtiele aanval van Ajax. Met name de voetbeweging van Hakim Ziyech. Volgens mij andere schoenen heeft aangetrokken in de tweede helft. De voorzet, Dolberg eerder bij de bal dan zijn directe tegenstander. 0-4. De eindstand van vorig jaar staat na een kleine 56 minuten nu op het scorebord. Van Dolberg zit het er inderdaad op. Komt beter en beter in vorm. Ook in Neres maakte zijn entree en zij gebroedelijk richting de dugout. Want ook Ziyech, voor hem is het einde wedstrijd. Zij kunnen zich gaan richten op de wedstrijd tegen Benfica in de Champions League.